Hey. Hey, blijf wel op afstand, hè? Leg dat mes neer. Leg dat mes neer. Met mij niet. Is mevrouw vaak klaargekomen trouwens, of niet? Maak ze dan van die piepgeluiden? Hey man. Hoe is het? Wist je dat ik aan het werk was? Oh, noem mij geen hoer! Ik heb hem niet gezien, Jeroen! We hebben elkaar niet gezien! Goed. Soms wou ik dat we nog samen waren. Dat ik zijn goddelijke pik in mijn lichaam kon voelen. En het leukste vond ik de waarin de rol automatisch en dominant rol vervulde. Waarom heb jij een doktersjas aan? Rol terecht kwam. Ik gaf me volledig. Omdat je vrouw dat wilde. En soms dan de bond in mijn polsen vast met handboeien aan het bed. Dat gevoel dat je volledig overgeeft aan wat er komen gaat. Soms, dan hadden we klemmetjes of zweepjes en kaarsvet wat op je lichaam druppelt. Of het tegenstribbelen als we elkaar uitkleden, hij of ik. En dan soms weer blinddoeken, dan gaf ik me volledig aan zijn wensen over. Volgens mij heb jij dat knobbeltje van die klit van haar nooit goed geraakt. En als je hem per ongeluk wel geraakt hebt, ja, dan heb je niet langer dan anderhalve minuut gelikt. Want kreunen, jezus man, fuck. Dat kan ze echt wel, hoor. Eén ding, Jeroen. Ze ligt toch s'avonds weer bij jou in bed, toch?
Dus ik zat eraan te denken. Dus als ik nou, hè, dan... Wat bedoel je nou? Soms, dan hadden we klemmetjes of zweepjes en kaarsvet wat op je lichaam druppelt. Of het tegenstribbelen als we elkaar uitkleden, hij of ik. En dan soms met blinddoeken, dan gaf ik me volledig aan zijn wensen over. En als we dan uiteindelijk in de hitte van de strijd waren, dan gingen we elkaar krabben of bijten. Op de meest gevoelige plekjes. Ik bij zijn lippen en hij bij mijn tepels en borsten. Totdat we uiteindelijk sidderend van genot samen klaar kwamen. Ja, dat hebben wij niet, hè? Is mevrouw vaak klaargekomen trouwens, of niet? En maakt ze dan zo'n piepgeluid, hè? Ach, ja. Ja, ze piept als de zenuw. Trouwens, de valt ligt in de onderste laag. Ik las dus laatst een artikel, hè, over twee mannen in Duitsland die elkaar opaten. Waarbij ze eerst de piemel wilden opeten. Dat wilden ze dan, maar dus was mislukt. Dat was mislukt. Omdat die flapdrol die piemel heeft laten aanbranden. Waardoor het niks was meer was dan een stukje kool. Thank you.
Ha, ha, ha.